Ik ben Lars, ik zit op Verlierstraat Praktijkonderwijs. Ik ben Maaike Leva en ik ben ondersteuningscoördinator op het praktijkonderwijs. Je hebt veel meer praktijkvakken dan op de basisschool, bijvoorbeeld groen, hout, metaal en horeca. We willen het echte werkplek nabootsen, dus in de praktijk zul je zien dat de leerlingen daar echt aan het werk zijn. Kinderen hebben dan ook bijvoorbeeld gehoorbescherming op of een veiligheidsbril, werkschoenen en andere werkkleding die daarbij horen. Hallo, ik ben Kelvin en ik zit op Vlierstraat Praktijkonderwijs. Hey, ik ben Romee, ik zit op de Vlierstraat Praktijkonderwijs. In de dojo heb ik geleerd minder snel boos te worden. Want vroeger werd ik vaak, heel vaak snel boos. Bij de dojo hebben ze mijn techniek geleerd, waardoor ik rustiger kan blijven. En zo ben ik ook minder snel boos. Ik vind het hier fijn dat je helemaal jezelf mag zijn. En mijn kinderen, zoals ze selectie hebben, daar is Charlie voor. Daar kun je ook van voorlezen. En het is gewoon heel prettig bij de kinderen die echt de selectie hebben. Je kunt altijd terecht bij je mentor, want ik had het zelf ook. Ik had vorig jaar wat vervelends meegemaakt. En ik durfde dat eigenlijk helemaal niet tegen mijn mentor te zeggen. En toen zei mijn vriendin van, je kunt best wel naar je mentor toe gaan, want je kunt hem vertrouwen. Dat heb ik toch maar gedaan. Wij vinden het heel belangrijk om echt te zijn, dus open en eerlijk naar een kind te zijn. En daardoor merken we hier dat kinderen gauw naar ons toe komen. Die band, die relatie, waardoor we daarop verder kunnen bouwen en samen aan de toekomst kunnen werken. Mijn naam is Edi Neeze, ik ben de vader van Simon. Ik ben Jordi Swijnenberg, ik ben docent op deze locatie en tevens mentor van de eerstejaarsklas. Simon was altijd negatief, heel negatief over school. Op het moment dat hij hier kwam werd het dus veel positiever. Je zag hem ook echt opbloeien en de motivatie ging ontzettend omhoog. Wat we merkten op de school is dat ze hier ook precies weten welke kind welke handleiding heeft. Het gaat om geven van vertrouwen. Dat merk ik bij mij in de klas, doordat ik leerlingen punten geef voor dingen die ze goed doen. Dat kan zijn gedragsmatige dingetjes, maar ook dingen door elkaar te helpen. Daar kunnen ze punten door verdienen. En met die punten kunnen ze vrije tijd verdienen aan het eind van de week. Dat is de vrijdagmiddag. En door dat positieve te belonen, merk je gewoon dat leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen. Beter tot leren komen. Ze zijn ook stukken gemotiveerder. Ja, en dat kun je gewoon aan een kind zien. Dat straalt veel meer en merkt ook echt dat het beter gaat. Mijn naam is Doreen Stamsnieder. Ik ben de moeder van Ricardo. Ricardo is hier in een heel warm bad terechtgekomen en er wordt echt gekeken naar wat kan hij goed, wat vindt hij leuk. En ja, hij gaat nu dus mee op klus met groen en daar gaat hij echt ook voor klanten aan het werk. Dat maakt hem heel erg trots, mij ook. Ik heb het gevoel dat hier gewoon echt wordt gedacht in mogelijkheden en niet in beperkingen. En dat geeft mij gewoon heel veel vertrouwen voor de toekomst, omdat ik ervan uitga dat mijn zoon dus gewoon een plek in de maatschappij vindt met een goede baan en dat hij voor zichzelf kan zorgen. Je kind komt van school met diploma. Hij kan zich meteen ook zelf redden. Dat waren we met Simon waren we daar een beetje bang voor. De zelfstandigheid zien we en de structuur wat hij hier leert, dat is gewoon geweldig. Ik vind het horeca leuk, omdat ik graag kok wil worden. En ik loop nu al stage bij de McDonald's. En dan wil ik naar RC gaan om de koksplan te volgen.